Schilderen is voor mij in zodanig belangrijk dat ik naast mijn werk altijd plek heb gemaakt om te schilderen, om les te geven ook, om te reizen, om les te hebben in het buitenland van schilders. Het is heel erg belangrijk voor mij en het heeft ook gewoon haaks gestaan op je werk, dat het vaak heel druk was. Ik had een gezin, heb nog steeds een gezin gelukkig, maar dat was behoorlijk druk bestaan en dat gaf rust. Soms als een expositie was dus niet, maar over het algemeen is het een hele leuke invulling en ik zou er niet buiten kunnen. Mijn werk is op verschillende plaatsen dus te bekijken, te zien. En dat is onder andere om te beginnen in mijn atelier hier. En er hangt op het ogenblik in de hoofdtoren wat werk. Ik heb de hoofdtoren zelf ook geschilderd. Dat is een prachtig gebouw er aan de haven, dat weten we allemaal. Er zijn zoveel mooie dingen om te schilderen. In deze prachtige stad, het Waagplein, de Hoofdtoren, de Oosterpoort, noem maar een paar op. En in aquarel is dat vaak heel mooi. Ik bereid me voor op een expositie. In de eerste plaats vraag je jezelf af, wat wil ik daar hebben hangen? Wil ik thema's? Wil ik helemaal hetzelfde? Wil ik dus verschillende soorten thema's? Nou, dan ga je dus bespreken met degene waar je dus komt te hangen van hoe en wat. En daarna ga je dus schilderen en eigenlijk een beetje totdat je er bij neervalt vaak. Want het is best een hele onderneming. Want vaak gaat het om 25, 30 schilderijen. Als de schilderijen dus klaar zijn, moeten ze ingelijst worden. Daarvoor ga ik dan naar de lijstenmaker in Zwaag. Hey Harry, je had het wel gemaakt. Hey, dag. Wat mooi kunnen we daar verkleuren? Ja, mooi, het licht van. En welke kleur past er toe, wou je erbij? Ja, wat we eigenlijk altijd hebben, een beetje de ena witste. En de lijst, Nel? Ik zal even paarden pakken, Nelly. Die zag ik net hangen, ja, inderdaad. Die is heel mooi. Mooi met blauw van water. Ja. Die voelt altijd precies aan wat ik wil. En die lijst het prachtig mooi in. Ja. Tevreden? Ja, dat is heel mooi. Heel veel zin? Ja, ja. Dit is ook heel mooi zo. Ja. Die staat veilig zo. Nou, hartstikke goed. Nou, doei doei. En dan moet je dus naar de expositieruimte met je werk. En daarom is zo mooi mogelijk neerhangen. Ik heb eerdaags een expositie in de Amstelkerk in Amsterdam. Dat is echt prachtig om te zien daar, die ruimte.
Nou ja, dat is zo'n mooie ruimte. Daar ben ik zo trots op dat dat daar kan en mag hangen.